Yes, yes, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 17. Mijn naam is Victor en vandaag brugbouwen deel 2. Laten we snel beginnen na de intro. En vandaag ben ik ook met Tuur en we gaan vandaag brugbouwen deel 2, want de vorige aflevering heeft meer dan 1000 kijkers en echt meer dan 55 duimpjes, dus dat heeft echt zeker iets goed gedaan. Dus we gaan een deel 2 doen en voor de 60 duimpjes omhoog gaan wij weer een grotere variant maken op deze brug, zeg maar. Hoe gaan we dat doen? Heel erg simpel, we hebben gewoon weer precies dit. En dit klikken we er dan, zeg maar, zo aan vast. Dit is wel weer iets moeilijker. Ik heb zelfs een beetje lek. En dan hoop ik dat dit goed gaat komen. Hé, waarom? Wacht even, dit klopt niet. Waarom? De brug trekt een beetje, zeg maar. Ja, de brug bukt. Oh nee, wacht. Volgens mij komt dit wel goed. Als jij eventjes die ramps daar zo, want die hebben we even op elkaar gestapeld, allemaal meegenomen. Als jij die even allemaal los hier zo kan zetten, dan kunnen we die strakjes er makkelijk aan vast bevestigen. Ja. Ik weet alleen niet in hoeverre en hoe lang het zeg maar gaat duren voordat we... Ik heb het wel eigenlijk ergens het idee dat dit... laten we het zo zeggen. Ik denk niet dat we het echt een grotere brug kunnen maken dan dit. Want het begint nu al te buggen. Maar laten we gaan voor de 60 duimpjes omhoog. Dan gaan we weer een let's build video... gaan we gewoon weer iets bouwen. En... Oh... En dan mogen jullie, ik heb al een aantal ideeën in de comments gezien. En jullie kunnen rechtsboven in het pollsysteem op YouTube kunnen jullie stemmen wat jullie leuk lijkt. En keuze 1 wordt dan een boomhut. Lijkt me heel erg uitdagend, vooral om te maken. En wat wordt keuze 2, Tuur? Dat vind ik persoonlijk ook wel heel erg uitdagend. Een vliegveld. Ja, dat wordt alleen waarschijnlijk geen 1 aflevering video. Maar als jullie zeggen, nou dat wil ik graag... stemmen rechtsboven even op het vliegveld. En ik heb ook ergens een keer een mod gezien van een vliegtuig. Volgens mij zijn die er ook. Dus dat is wel weer leuk om dat er echt bij te doen, zeg maar. We kunnen verschillende platforms doen, hè. Voor een helikopter, vliegtuig. Ja, precies. En dan kunnen we... Ja, ik denk dat dat wel... En er is ook zo'n mod waar je weer asfalt of zo kunt. Dus in principe moet het daar wel mee lukken. Dus willen jullie graag dat wij een vliegveld gaan maken? Dan klik je even boven foto. Klik je boven op vliegveld. Stem je erop. Jouw stem telt. En dan zien we dat in 1 of 2 afleveringen verder van Farming. En zeg je van nou, doe mij maar toch een boomhut. Erg benieuwd hoe jullie dat doen. Stem dan even boven op een boomhut. En dan, dan gaan wij gewoon proberen een boomhut te maken. Dat lijkt me wel erg moeilijk, moet ik zeggen. Maar zou jij als ik me tegen zeg, Tuur, maak gewoon eens een boomhut. Zou jij dan enig idee hebben hoe je dat moet doen? Want ik heb geprobeerd... Ik zou denk ik eerst beginnen met de bom te plaatsen. Oh ja? Oh dan... shit, ik heb iets verkeerd gedaan. Wacht even. Ik ga hem heel even saven. En dan dus van die rechterpilaren tegen die boom plaatsen. Ja. En dan zeg maar een vierkantje maken. En zo aanvullen. En om de 3 palen zeg maar. Bijvoorbeeld een steunpilaar zetten. Ja, precies. Even wachten, Tuur, want dit gaat niet helemaal lekker. Hij bukt en lekt echt als een gek. Kijk dit, joh. Ja, ik zie het, ja. Ik weet ook niet of dit ervoor gemaakt is om het zo te doen, maar... Oh! Oké, dit gaat dus niet goed, jongens. We wouden wat proberen. Alleen... If I can fly. Ja, inderdaad. Zou het nu lukken, vraag ik me af. Ik heb er nu overheen zo. Ja, het gaat... Tuurlijk, probeer hem eens los te laten. Misschien dat hij ertussen uitvalt. En hij bukt echt als een gek. Ja, en als ik hem optil, valt hij er dan tussenuit, lijkt mij. Ja, deel even. Ja, toch? Ja. Wacht. Ik krijg weer het water in. Wacht. Ik geef hem een zetje. Ja! Ja yes. Hoor. Oh, wat zijn we... En als we nou proberen om er nu op te leggen, want dit gaat nog niet zo heel erg slecht volgens mij. Ja, probeer maar eens. Ja, wellicht dat het lukt. Dan hebben we gewoon ons doel. En nou ja, we hebben dus maar 1 doel. En dat is dat die oogstmachine eroverheen kan. Yep. En je weet, Tuur de stuntman kan alles. Tuur de stuntman kan alles. Ja, daar twijfel ik ook niet aan. Het gaat er meer aan. Kan Victor de hijskraanman
Dit ook. Wacht even. Ik denk niet dat dit handig is. Ik denk dat ik even zo moet. Zo. Jawel, geestkrant beweegt. Ja, we hebben hem. Ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Nou, dit gaat goed, Tuur. Ja, ik zie het. Gaat goed. Oké, dit gaat goed, Kill. En nu zakken, denk ik, toch? Yep. Oké, wacht even. Dan moet ik, nu moet ik het even goed doen. Bam, 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 bam. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. Wij moeten bruggenbouwer gaan worden, Tuur. Ja. Of construction simulator spelen. Maar hij ligt er aan beide kanten op. Het is nu een kwestie van die ramps erop. En dan kunnen we er met de grote wagen op. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik ga, als jij even vast wat twee ramps kan pakken voor aan het begin. Dan ga ik even kijken of ik hem ietsjes beter op kan krijgen. Ik ga hem wel alvast even saven. Want anders is het geen safe game. Anders is het geen safe game. Ja, Tuur en Nick die zeggen wel eens van school, stuur even de safe game door. En dan doen we zo meteen nog eventjes wat comments tussendoor. Dat is ook wel leuk van de vorige aflevering. Nou, dit is wat we ervan hebben kunnen maken. Ik hoop dat het met die ramp een beetje goed zal gaan. Dat is nu de vraag natuurlijk. Maar we hebben in ieder geval wel een brug die twee keer zo breed is. Aan het begin dan. En nou, laten we eens kijken of we dan daar nog hier de ramper aan vast krijgen. Hij loopt daar een beetje slecht. Maar wellicht, als we hard eroverheen rijden met die oogstmachine, dat het lukt, Tuur. Want ja, hij ging zoveel burgers. Dus we gaan bij de 60 duimpjes omhoog, gaan we gewoon een volgende bouwaflevering doen. Zal ik jou er even mee helpen, denk ik? Dat het wel handig is, hè? Yep. Ja, die brug die wiebelt wel een beetje. En ik hoop dat het... Ja, dat het toch uiteindelijk goed gaat komen. Ik ga ook even een ramp pakken. En dan gaan wij eerst zorgen dat aan de ene kant een ramp komt. En dan aan de andere kant twee. Zodat die oogstmachine er makkelijker overheen kan, zeg maar. Krijg je hem erop of niet? Anders moet je hem ervoor krijgen. Ja, het is zeg maar bergaf. Dus dat is super lastig. Wat gebeurt er met de brug? Ik weet het niet. Ja, hij schommelt een beetje. Ik heb hem net gesaved, dus mocht het fout gaan, dan hebben we dit in ieder geval om verder te gaan. Zal ik eens even kijken of ik er eentje op kan krijgen? Ja. Gelukkig heb ik twee broeken mee in de auto liggen. Ja, voor als je een natte broek krijgt, zeg maar. Ja. Ja. Oh, maar wacht even. Volgens mij is deze zo breed. Oh! Weet je dat ook, dat je er echt net bijna doorheen ging? Ja. Je moet ook echt niet uitschieten nu. Nee, natuurlijk niet. Even kijken. Anders gaat het. Dit is inderdaad heel erg lastig. Ja, maar wat als we hem er nou gewoon voor zetten, zo? Eens kijken. Kijk, dit is in principe goed, toch? Ja, ik ga alvast achter de oogstmachine. Ja, dat is prima. Wacht, ik kijk even of ik er nu zo overheen kan gaan. Ik ga hem nu weer even saven. Kan jij even kijken hoor. Nou, ik ga hem in ieder geval gewoon even allereerst naar beneden houden. Dan kan jij er een stukje met de oogmachine overheen. Dan heb jij het gewicht op het. Dan, als je er heel snel overheen rijdt, zou het moeten lukken, lijkt me. Ja. Hij is twee keer zo breed. Op één dingetje na. Oh, wacht. Ik heb het gevoel dat dit zomaar eens fout gaat. Oh, dat ding zakt weer weg. Ik heb de brug zien zakken in het water. Oké, nou, in ieder geval, ik heb mijn dingen erop. Dus als jij dat gewichtje nog even... Oh, wacht, dat zal ik wel weer even doen. Kan jij in die tijd even wat comments voorlezen, Tuur? Ja. RoboBoy005 zegt... Boomhuis / villa. Ja, nou dat... we gaan even voor een boomhut. Oké, even verder. Ja. Casper Roelands vraagt... Welke mod is die helikopter? En er zijn daar wel meerdere vragen naar onze mods. Jij wou linkjes gaan plaatsen, hè? Ja, die staan normaal in de beschrijving. Perfect. Train en Game vraagt, mag ik een keer meedoen? Ik heb Skype. Als wij dingen nodig hebben, dan hoor je dat vanzelf, mensen. Ja. Thomas Gaming vraagt, bouw een huis van balen en boomstammen. Ja, dat kunnen we doen. Wacht even. Zo. Alleen we moeten even... Want het lukt niet echt lekker, Tuur. Hij wil op een of andere vage manier... Wil die niet... Wil die ramp wil niet echt lukken. Wacht even. Ja, 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 ja. Probeer eens, probeer eens. Rijden, rijden, rijden. Oh!
Wacht, ik ga je een duwtje geven. Ik ga een duwtje geven. Oh nee! Stuntman Tuur. Oké, vooruit. Ja, voor rechts vooruit. Ja, oké, niet te ver. Goed zo. Goed zo. Goed zo, gaat goed. Wacht even, ik ga even die achterwand niet te ver naar... Ja. Pas op dat je niet uitschiet. Oké. Dit gaat spannend worden. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij aan. Daar komt hij aan. En we zijn aan de overkant. Damn. Ik had dit echt niet verwacht, Tuur. Ik ook niet. Oh, wat gaaf. Brugbouwen deel 2, hij is 2 keer zo breed. Hij is misschien niet zo mooi als de eerste aflevering, maar geef zeker een duimpje omhoog als je wil dat we vaker dingen gaan bouwen. En dan kan jij even kijken. Daar zo, dus linksboven in het scherm. Kan je even stemmen wat we de volgende keer moeten gaan bouwen. En Tuur, bedankt voor jouw medewerking. Het was een beetje een korte aflevering zo. Ja, maar dat kwam omdat we, we hadden eigenlijk zelf hebben we het ook nog nooit geprobeerd. En er zaten een hoop, haperingen en dergelijke in. Dus ja, nou goed, ken je ons nog niet? Abonneer dan zeker. En dan zien we je de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Farming Simulator, Train Simulator of iets. En dat gaat helemaal goed komen. Bedankt voor het kijken en graag tot dan!